A to už jinde jsme, je to jiná vesnice. Právě jsem chtěl na záchod, tak já jdu. C'est quoi ce monument là? Oh,
ale teďka Petr natáčí nějaký nakloněný baráky. Zdají se mu nakloněný. Mají to na křivo. No. Tak to je teda kouzelný. Vidíš to? Ti ale... Já to mě to moc nejde. Ale to mě natáčí. No, tohle je zase na křivu. Co mi říkáš? Všem řeknu, že jsem měl sledovat, abych tě udržel. Jo, už ho má. I'm just a stranger, and I'm calling you. Monster, nasty.
Thank you.
Over alle sterke vrouwen uit geschiedenis, tenminste, dat heb ik begrepen, over Cleopatra en zo. Dus... Ik vind haar, als je dat ziet, vind ik ook echt een sterke vrouw. Ik vind haar wel sterk overkomen op zich. Ik denk dat ze wel, wel een beetje gemeen kan zijn. Weet je nou dat ze goed kan zingen eigenlijk, of niet? Dat denk ik eigenlijk niet, maar dit was denk ik ook niet echt live, hè, geloof ik. Dus ik weet het niet. As I told you, the gay community, they know how to flatter an artist and they know how to treat artists with lots of respect, and I think many people should learn that from them. You're gonna watch some sports, you think? Well, on Sunday I'm going to back to Israel, so I don't have the time, but I can imagine. But besides, when I'm looking on sportsmen, I just look at the way they look, not them. Vinden. Maar in plaats daarvan geven alle deelnemers op die avond een demonstratie. Dat is niet officieel en daar kunnen alle schaatsers aan meedoen zonder dat ze het risico lopen geschorst te worden. Maar de kaartverkoop voor de finale heeft inmiddels al 70.000 gulden opgeleverd. Het is tot nu toe onbekend of het publiek dat geld terugkrijgt. We weten nog niet precies hoe we daarmee omgaan, maar we hebben nu een oproep gedaan aan iedereen. Kom alsjeblieft naar de Jaap Edehaal. Kom die mensen die nu een soort training gaan doen, kom die toejuichen. Dank u wel. Dit moet gesteund worden. De mensen die kaarten kopen voor deze shows. Een demonstratie dat de wereldschaatsbond de reglementen voor de volgende Gay Games in Sydney wel zal veranderen. Zodat ze daar kunnen meedoen. Maar voor de schaatsers hier zitten de Gay Games er nu al op. Er waren gelukkig ook evenementen die wel doorgingen. In het sportcentrum van de Universiteit van Amsterdam aan de Boerenlaan gingen vandaag de onderdelen worstelen en gewicht heffen van start. Een spectaculair en vooral lijfelijk gebeuren. Ruim 100 deelnemers. Oh, good boy! Okay, here. Worstelen. Over het algemeen wordt dit niet als vrouwensport gezien. Maar vandaag in het sportcentrum van de UvA waren vrouwen alom vertegenwoordigd. Zo'n 20-tal vrouwen uit diverse landen, namelijk uit de Verenigde Staten, streden tegen elkaar. I think they get a good start to go out there really energetic and really I think that says a lot. If you get there, get the person down right away, you have a psychological advantage, you have a physical advantage, everything. So I think that was it. I just started out strong and ended that way. Tijdens de Gay Games duurde de worstelwedstrijd slechts 5 minuten. Dat is korter dan een normale wedstrijd. De organisatie heeft dit besloten omdat er zoveel deelnemers zijn dat anders niet iedereen aan bod komt. Dit is Jean Verhoeven, een van de weinige Nederlandse deelnemers aan het worstelen. Wij gaan ons wel naar de finish helpen. Ja, ja. Ik leg ze op de rug. Tijdens de officiële opening in de Amsterdam Arena in elk geval niks te merken. Premier Kok zag samen met zo'n 40.000 bezoekers een groots opgezette show met artiesten als de Weather Girls en Songfestivalwinnares Kana. Ja, zeker. Ja, ontzettend gezellig. Hè? Ja, ja. Straks het hele stadion zit vol. Ga je toch een keer de arena spelen. Ja, het is top, hè. De uitbundige opkomst van de deelnemers duurde ruim een uur. De Amerikanen waren in de meerderheid en vormden een groot contrast met de enkele sporter van bijvoorbeeld Iran. De Duitsers en Nederlanders waren met elke 2000 sporters ook goed vertegenwoordigd. Prachtig. Ontzettend veel mensen. Hele goede sfeer. Ja, heel uitnodigend. Na de opkomst van de deelnemers nam burgemeester Van Tijn het woord. I'm happy and proud to say to all to you, welcome to an
Amsterdam. En daarna barstte er een spetterende show los. De Weather Girls werden begeleid door 200 schipperende matrozen. Een van de hoogtepunten was het optreden van Dana International. Na haar overwinning op het Songfestival werd rijkhalsend naar de diva uitgekeken. En dat bleek omgekeerd ook het geval te zijn. Of course I like it. Why, of course? Well, it's still organized and the people are so nice here and it's a wonderful country and people are very friendly and warm. So it's very, I think it's a great atmosphere around here. De opening. Het camerawerk is van Peter Vos. Ik heb Canada net al gezien en Australië hebben we vooral. We love your Australia, especially the weather, kangaroos en zo. Amerika, ja, volgens mij is iedereen er eigenlijk. Het, ja, ik ken al twee kassen. Hij heet Ivendo. Mag jij opzitten? Dan mag ik opzitten, ja. Je bent er trots op, hè? Ik ben ontzettend trots, ja. Je hebt al proef gereden en ik zag je daarna. Je was een beetje ontroerd ook. Nou, dat viel mij weer een beetje zenuwachtig. Oh, hij maakte een glijer, zag ik ook. Ja, die platen waar we over moeten rijden zijn nog glad, maar we blijven alleen maar stappen. Ja, ik zie daar gewoon in de dalen in de paard hier bij het naam. Ja, ja. Wij gaan vanavond optreden, tenminste, als figurant in de matrozenact. Oh, jij bent een matroos, want zo, dat ging door heel Amsterdam. Ze zochten nog een paddenkal, ja? Vijf worden we aan het liggen, een matrozenpak en zwembroek eronder. En dat moet een surprise act worden uiteindelijk. Wat en? Een surprise act moet het worden uiteindelijk. Ga je nog niet verklokken? Ongeveer een uur voor de opening van de officiële Gay Games 1998 in Amsterdam. En daar mag volgens mij Amsterdam heel erg trots op zijn. Het is al een gezellige puinhoop hier op het veld. Erg veel mensen die de grote show willen zien. Achter de coulissen is het misschien wel een nog grotere puinhoop. Dat kan ik u verzekeren. Het is heel erg gezellig hier. We hadden een rotteling ertussen. En die stal portemonnees. En die is nu weg, want we weten wie het was. En verder zijn het allemaal lievertjes. Kip, ze willen alleen maar meer kip. Ze hebben maar één ding, kippen willen ze. Alleen maar kippen. Maar in het voorprogramma speelt u Björnekin en de tent is al uit zijn dak aan het gaan, dus het gaat beloofd heel wat te worden. Een sportwedstrijd kan heel spannend zijn, maar dit is in ieder geval heel gezellig. Inmiddels naar die Canal Parade geweest, vond ik ook top. Ja, ja. Er zijn wel mensen dat ze denken, ah, al die viezigheid moet dat nou, maar dat, want het gaat tenslotte over de hele wereld. Ik heb geen viezigheid gezien. Nee. Homoseksualiteit is toch geen viezigheid? Althans, die ervaring heb ik niet. Nee. We gaan naar de Belgen. Naar de Belgen. Ben je Belg? Ja. Welke sport doe je mee? Voetbal. Voetbal? Ja. En waar sta je? Miet. En gaan jullie de Nederlanders verslaan? Zo zie. Welke sport doet u nou mee? Zwemmen. En hoeveel kilometer? Dat bereken je niet.
kilometer, 50 meter, 100 meter. Dat is een kilometer is lange afstand. Ja, ja, ja. Hoeveel meter zwemt u dan? 500 borstslag. Nou, zet hem op, hè? Nou, ik heb hem wel op. Pieter, kom eens hier. Dat was geweldig, hè? Ja, dit was echt helemaal fantastisch. Het ging gelukkig ook goed. Ja. Maar zo waanzinnig om zo'n arena in te rijden met zoveel mensen. Ik was trots op jullie. Ja, ja. Vooral trots op de paarden. Dat is zo cool waren. Dat was echt... Hij is bijna gevallen paard. Ja, ik zag het, ja. Maar hij kan heel goed rijden. Dus die herstelt zich altijd. Ja. Dus, en jullie gingen op kop, hè? En zijn met een pony van 25, hè? Dus, ja. Nou, ik dacht, kan niet meer stuk. Absoluut niet. Nee. De spelen zijn geopend, hè? Precies, wij wel. Voor ons wel. We staan hier buiten en moesten een jasje aandoen. Het is een beetje koud, maar binnen mochten we absoluut niet interviewen. En daarna mochten we helemaal niet spreken. Wordt het nou een ster met capsules? Ja, een beetje wel. Ja, dat begon ik wel te merken. En dat kwam ook... Zij is hartstikke lief, weet je. Zij wil wel. Maar dan heeft ze zo twee van die... Ja, god excuse moi, van die zogenaamde managers eromheen lopen. En allemaal even interessant.
tandje minder. Mag heel praktisch zijn. Vrijwilligers krijgen consumptiebonnen. Zoveel per dag. Dan vindt de kwestie erg vervelend. Afhankelijk van de omvang van de schade zal de gemeente besluiten de organisatie tegemoet te komen in de extra kosten. Mark Janssens wilde vandaag niet reageren. Persoonlijk drama. Afgelopen donderdag raakte de inmiddels normatief gestelde directeur al in opspraak over privéschulden uit zijn verleden. De vroegere zakenpartner beschuldigde Janssens onder meer van het ontduiken van belastingen. Hij zou met de Noorderzon naar Zwitserland zijn vertrokken en zijn partner met de schulden hebben laten zitten. Voor camera's sprak Janssens niet tegen dat hij schulden heeft. Maar hij ontkende dat hij om die reden naar het buitenland is verhuisd. Waarschijnlijk morgen zal de organisatie bekendmaken hoeveel geld Janssens oorlog heeft uitgegeven. Als de perikelen van de directeur van de DND's nog niet genoeg waren, werd het onderdeel kunstrijden vanmorgen definitief afgelast. 10 minuten voordat het populaire onderdeel zou beginnen, kregen de deelnemers te horen dat ze hun spullen wel konden pakken. You are here for the figure skating? Forbidden it. Yeah. It is cancelled. I don't believe that. It's really true. It's really true. Not a joke. Het was inderdaad geen grapje. Het nieuws dat een kunstrijden is afgelast sloeg vanmorgen bij zowel de bezoekers als de deelnemers in als een bom. 10 minuten voor het begin kregen ze te horen dat het toernooi definitief niet doorging. 2 weken geleden werd bekend dat de Wereldschaatsbond ISU haar leden verbood om aan het toernooi deel te nemen. Maar tot vandaag was er de hoop dat de schaatsbond na de lindeling van Erika Terpstra alsnog overstag zou gaan. Vanochtend hoorden de deelnemers dat de bond bij het verbod blijft. Everyone is heartbroken. We've taken probably a year out of our lives training. We've traveled across the world. We've prepared and now we can't compete. It's kind of disappointing. You know, I've skated all my life and I feel like an organization that I've been a part of all my life has let me down. And I think... The ISU. I mean, you skate all your life and then you find out that they're jerks. Op de persconferentie die in allerijl werd belegd, werden de redenen bekendgemaakt. De Nederlandse schaatsbond is vergeten het evenement bij de ISU aan te melden. Daarnaast mogen er volgens de reglementen geen paren van dezelfde sekse op het ijs verschijnen. Ja, dat is heel triest. En ik vind het zelf verschrikkelijk dat dit gebeurt. Daarbij zijn de mensen ook nog daarvoor naar Nederland gereisd. Weet ik wel, Amsterdam is een leuke stad en die daar zo zullen vermaken, maar voor waar het om gaat. Dat kunnen we helaas niet realiseren. Aanstaande woensdag zou de finale plaatsvinden. Maar in plaats daarvan geven alle deelnemers op die avond een demonstratie. Dat is niet officieel en daar kunnen alle schaatsers aan meedoen zonder dat ze een risico lopen geschorst te worden. Maar de kaartverkoop voor de finale heeft inmiddels al 70.000 gulden opgeleverd. Het is tot nu toe onbekend of het publiek dat geld terugkrijgt. We weten nog niet precies hoe we daarmee omgaan, maar we hebben nu een oproep gedaan aan iedereen. Kom alsjeblieft naar de Jaap Edenhaal. Kom die mensen die nu een soort training gaan doen, kom die toejuichen. En ik hoop dat heel Amsterdam zich laat zien, want hier gaan we ervoor. Ik bedoel, dit moet gesteund worden. De mensen die daar hebben voor deze shows, of hoe je het dan wil noemen, die zullen juist allemaal komen om te laten zien hoe zij als toeschouwer erover denken. Dan degenen die hier komen kijken, dragen allemaal ons het, weten allemaal wat er aan de hand is. En die zullen dat alleen maar ondersteunen. En dan zullen wij in Nederland laten zien hoe wij het gewend zijn. Om de reglementen voor de volgende Gay Games in Sydney wel zal veranderen, zodat ze daar kunnen meedoen. Maar voor de schaatsers hier zitten de Gay Games er nu al op. Er waren gelukkig ook evenementen die wel doorgingen. In het sportcentrum van de Universiteit van Amsterdam...